Hartelijk welkom bij alweer het zesde zomerorgelconcert van deze serie. Dat welkom doe ik mede namens Jan Hagen, die normaal gastheer is, maar die is in het buitenland voor concerten, dus neem ik de honneurs waar. Mijn naam is Mieke Breij, secretaris van de werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk. Natuurlijk ook een hartelijk welkom aan Jan Jansen en zijn vrouw Christine. Jan was van 1987 tot 2011 hier de domorganist. Samen met Christine werkten zij sinds 1971 mee aan de zaterdagmiddagmuziek. Hij als orgelsolist, Christine als sopraansoliste bij de concerten in de tijd dat de Domkantorij nog onder leiding stond van Maarten Kooi. We zijn altijd blij jullie weer in ons midden te hebben. Jan zal zo meteen nog wat over de muziek vertellen. U als concertbezoekers wil ik er nog even op attenderen. U bent hier zonder een toegangsprijs te betalen hier binnengekomen. Dat willen wij graag zo houden. Maar vragen u wel of u deze prachtige serie wilt blijven ondersteunen met een financiële bijdrage. Dat kan na afloop van het concert contant in de collecte schalen. We hebben ook een pinzuil, dus u kunt ook digitaal ons een goede gave doen. En ook voor de mensen die via de livestream meekijken, wil ik attenderen op de QR-code en op het bankrekeningnummer wat overal vermeld staat. Ik geef nu het woord aan Jan Jansen. Goedemiddag. Nog een zakelijke mededeling. De koster vroeg mij of u de mobieltjes uit wil zetten. Dat was het. Werken van Johann Sebastian Bach en Max Reger. Max Reger, die dit jaar 150 jaar geleden geboren is. En beide componisten werkten onder andere in Leipzig. Bach natuurlijk in de Thomaskirche. En Reger was hoogleraar aan de universiteit voor compositie. Beide hebben heel veel orgelwerken geschreven. Bach natuurlijk in de barok voor het barokke orgel. Maar Reger, ja, voor een heel andere orgeltype, het laat-romantisch orgel. En je had daar twee mooie exemplaren in Leipzig. In de Thomaskirche stond een orgel van Sauer. En in de Nicolaikirche een orgel van Ladegast. En u moet zich voorstellen, dat is enorm, want zo'n barokorgel, nou, als dat 40, 50 registers heeft, dan is het al groot. Maar dit, zo'n romantisch orgel heeft het dubbele. Daar zit je rond de 100 registers, meestal 4 klavieren, allerlei speelhulpen. Ik heb zelf 2 keer in de Nicolaikerk mogen concerteren. En het is een hele mooie ervaring. Vooral in 1985 was het Bachfeest. En het was voor de Wende en de Nicolaikerk in Leipzig was ook baken van verzet tegen de dictatuur. En daar kwamen altijd heel veel mensen. Nou, dat was toen ook het geval. Het was in de zomer. Het was stikheet, 30 graden. En ik weet dat ik een triosonate speelde en dat de mensen gewoon tegen mijn rug aanstonden op het balkon. Dat was, het was een mooie ervaring. Het was trouwens met de Domkantorij was daar ook bij aanwezig. Reger was gek op Bach. Bach was aanvang en einde aller muziek. Hij speelde veel Bach en schreef dus ook deze fantasie over de naam van Bach. B-A-C-H. H, zult u denken, hoe kan dat nou? Maar in de Duitse notennamen bestaat ook de H. En dus dan klinkt dat motief, dat klinkt B, A, C, A. Dat motief, daar heeft hij die hele fantasie. U hoort dat wel 100 keer.
En ook een fuga, een dubbel fuga, wordt eerst een expositie met dit thema en daar komt dan een tweede thema en dan worden ze tegen elkaar gezet. Ja, bij Bach is meestal één werk of een gedeelte van een werk één klankkleur, maar bij Reger is het een constant wisselen van geluid. Dus ik heb daar echt twee registranten nodig die mij helpen. Nog even over die Bach. Fuga, preludium en fuga in E-mol. Dat is een van zijn grote werken, gecomponeerd in Leipzig. Het prelude is eigenlijk een concerto met een terugkerend refrein. En de fuga is ook merkwaardig van opbouw. Het heeft eerst een expositie waar het thema geëxposeerd wordt. Dan komt er een heel, ja, een toccata-achtig middendeel. En dan wordt de expositie weer herhaald. Nou, en in het midden een partita bestaande uit een koraal met 11 variaties waar u alle klankkleuren van het orgel mooi kunt horen. Ik wens u een heel mooi concert.